hebben geluid als in een kerk, joh. Ja. Ja, super. Het zijn vezels, textiel eigenlijk, geïmpregneerd met epoxyhars, fabrieksmatig. Dus dat kan je dan op rol krijgen en dat kan je dan een jaar in je vriezer bewaren. En je pakt het er alleen uit als je het nodig hebt. Ja, ja, ja. En kijk, je ziet nu al een beetje soepeler worden. Nou, want dat gaat natuurlijk heel snel, het is maar 0,3 millimeter dun. En dit is een weefsel. Dus dat... Je hebt allerlei verschillende types. Wat ik hier eruit had gehaald, dat noemen ze UD. Een minuut geleden krakte die nog en nu is die al soepel. Soepeler. En dit zijn alleen maar vezels in de lengterichting, UD, unidirectionaal. Dus dan kan je precieze stukjes eruit knippen en draperen wat je nodig hebt. Maar draperen, hoe komt dit er uiteindelijk uit te zien dan? Deze buizen die hier liggen, die zijn gemaakt in een aluminium gefreesde mal. En die heeft Sturm uit Sereskerken, die freest dan die mal voor mij. Twee helften, links, rechts. En dan leg je dan de vezels op een bepaalde manier in. En vervolgens doe je er een nylon zak in. En zuig je dat hele ding vacuüm en dan gaat hij ook nog eens in een autoclaaf om op druk te zetten. Dus behalve dat hij vacuüm is, wordt het geheel ook nog eens op druk gezet en verwarmd. En dit hele proces, over wat voor tijdspan hebben we het dan? Dan loopt het zomaar naar 3 uur toe. Ja, dat, precies. Ja. Op dit moment werk je aan de tender, die staat hiernaast in de, mag ik dat showroom noemen? Of, ja, toonzaal. De toonzaal. Maar, die maak je gereed voor de Olympische Spelen. Ja. Dus de Paralympics zijn dat? Ja. Ik heb er nu 3 gemaakt en er moeten er nog 3 à 4 komen. Al die je moet maken natuurlijk, want als je zo'n apparaat maakt zoals een tandem, dan is dat wel al gauw een paar meter lang. Dus dat moet wel allemaal recht zijn natuurlijk. Is handig als je daar gaat rijden. Dus dit is een systeem, zeg maar, van een heel oversized vierkant stalen buizenwerk, een soort aquarium, waar je dus met deze blokken kan je dan schuiven en verstellen. Heb je dat ook weer zelf gemaakt? Ja, dat is ook weer zelf gemaakt. Jij maakt letterlijk ieder onderdeel van de fiets tot de ketting toe? Of nee, ketting daar weer net niet? Nee, dat is gelukkig te koop, ja. Ben jij ook echt een van de weinigen die dat zo kan maken? Of? Ja, dit is wel uit te leggen aan mensen. Ja, ja, tuurlijk. Maar goed, het is wel het is een hoop geknutsel. Ja. Eer dat je bij gauw 200 uur verder, eer dat je een tandem frame hebt. Ja. Heb je zelf wel eens een filmpje gemaakt dat je precies het hele proces kan zien? Is dat ergens te bekijken? Want het is best, als je niet zo technisch bent, en dat ben ik beslist niet. Dan is het best, ik zie daar wel heel technisch een kalender aan. Ja, moet ik nou weer om lachen. Ik heb ook een mooie compensatie aan de naast hangen. Oh ja, kijk. Ja, maar het is toch, ik krijg wel een beetje het werkplaatsgevoel hier. Ja. Ja, nou, ja, dat is heel mooi. Het is gecompenseerd. Maar hoe ziet jouw dag er nou eigenlijk uit? Hoe laat begin jij zo'n dag als dinsdag vandaag? Van 9 tot 6, heel klassieke tijden. En als het dus moet, dan s'avonds ook nog een keer. Maar zit je dan ook wel eens een dag dat je dan eigenlijk alleen maar bezig bent met denken en dingen uitwerken en een beetje, of ben je altijd... Dat gaat eigenlijk altijd maar gaandeweg. Op de fiets, in mijn geval kan ik liggend op de fiets, achterover zitten moet ik zeggen, dan komt het meeste binnen letterlijk, omdat je dan tijd ervoor hebt, letterlijk. Ja. Bram, hier hebben we hem. Ja. Deze fiets is al een keer een prijs gereden, toch?
Ja, deze fiets heeft WK tijdrijden gewonnen, ja. En daar heb je dan op een uur 2 minuten mee bespaard. Ja, dus het gaat hier om dat achterste deel? Nou ja, en in 2 minuten doe je natuurlijk wel gewoon 1,5 kilometer. Kan zomaar gebeuren. Dus ja. Dat is in 1 keer heel veel, ja. Ja, maar je had het net ook over de hazenwind die piept nu. Nou, dat vind ik dat toch... Dus die wil wat. Die wil een balletje wat er ligt. En het is onbereikbaar. Maar je zei net dat deze hond, die kan 70 kilometer per uur, hè? Een greyhound. Ja, klopt. En dan heb je dan verbeeld je dat ook, als die hier door het gebouw zou rennen, want dat zijn sprongen, dan duurt hij dus 1 seconde. Nee? Over het hele gebouw, ja. Ja. Het hardlopen van een greyhound is 6, ja, de sprongen zijn 6 meter per sprong. En dan doet hij er 4 van in een seconde. 4 sprongen van 6 meter in 1 seconde. En dan heeft hij weer 25 meter afgelegd. Dat is toch buitengewoon, hè? Ja. En het is natuurlijk geen toeval dat je zo'n hond ooit hebt uitgezocht, of is dat wel toeval? Nou, ze zijn gewoon ontzettend aardig. Ja. Ja, het is een hele lieve hond, hè? Ja. Heb je er wel eens een wedstrijdje mee gedaan op de fiets? Nee, kijk, het punt is dat ze altijd harder optrekken dan dat je zelf... Daar zelf kan, optrekken. Ja. Allemaal wel superleuk. Ja. Komt ie, hoor? Eindelijk! Na al die jaren. Avec le plumeau. Ah, oui! Hij gaat sneller dan ik kan filmen, ja. Ja. Hebbes, he. Dus dit is wel leuk. Dan kan je toch wel een beetje zien dat ze familie van elkaar zijn. Alleen dan een stuk korter. Dus de minimal bike? Ja. Dat is een stadsfiets van 6,5 kilo, ja. En daarvan kan ik... Het is geen elektromotor, want die gaat gewoon 25 met 2 vingers in de neus, ja. Maar daar kan ik me wel van voorstellen dat daar gewoon vanuit particuliere marktvraag naar is. Alleen weten ze het nog niet. Want je bent en een winkel, een mooie showroom of een toonzaal, net zoveel mooi. En het pand ook. Toen ik binnenkwam heb je er iets over verteld. Maar het staat er vanaf 1999. Ja. En je hebt het ook eigenlijk helemaal zelf ontworpen en gebouwd met een vriend samen of een neef samen. Ja, klopt. Maar het is na 20 jaar is het eigenlijk nog steeds super eigentijds. Ja. Maar jij bent geen architect, toch? Je hebt geen... Nee, goed, mijn neef van mijn Raymond Halu, die was toen in opleiding voor architect, stedenbouwkundige, dus nou. Maar ja, uiteindelijk is het zonder bank, zonder architect, zonder aannemer neergezet. Wel, het frame is toen neergezet, maar de rest zoveel mogelijk zelf gedaan. Ja, ik vind het echt mooi. En hierboven heb je dan ook nog een ruimte, die heb ik tijdelijk nog helemaal niet gezien. Kantoor, ja. Oh, daar, oké. Doe je dat ook nog wel eens, kantoorwerk? Noodzakelijke geval, ja. Ja. Dat klopt, ja. Misschien is wel iemand aan de lijn die 400 fietsen wil afnemen. Ik kon net even de achterkant bekijken, of even dacht ik dat ik hier best zou kunnen wonen ook. Ja, dat kan.